Vandaag in de Futurumshop Tourflits. Jury spreekt met Maarten Cialinghi over de stelling dat de renner zich voor elk weertype kan kleden. In Düsseldorf spraken we met tourdebutant Marco Minner van Wanty Groep Gobert. En met onze prijsvraag zijn er vandaag Sidi Shot race-schoenen te winnen. Goedenavond, leuk dat je weer kijkt naar de Futurumshop Tourflits. Bij mij is opnieuw Maarten Cialinghi. Ja, vandaag gaan we het over het weer hebben. Piet Paulus, maar is hij dan wel niet, maar we gaan het hebben over kleding. Ja. Hoe wapende jij je tegen de weersomstandigheden? Ja, dat hangt een beetje vanaf. Hè. Als het heel warm is, dan is er weinig mogelijk aan. Maar je moet toch een klein beetje een zonbescherming hebben. Dus je moet een shirt hebben wat de UV-straling tegenhoudt. We hebben wel shirtjes gekregen van sponsors waar we dan die aan hadden. En dan na 2 uur dacht je, het zit toch raar. En dan aan het eind van de dag helemaal gewoon verbrand dat de vellen erbij aanhingen. Dus dat is één ding. En aan de andere kant heb je natuurlijk op het moment dat het gaat regenen. Tour de France, het is zomer. Je verwacht dat het dan 15, 16 graden is. Maar ja, als er zo'n bui is en je gaat de berg in en je komt boven met 4 graden en regen. Ja, dan moet je toch wel een goed regenjack hebben. Een regenjack is alleen maar goed als je ermee kan koersen. Ja, want anders dan wordt het een soort plofjack. Dan doe je eigenlijk een soort plastic zak aan waar je dan, als je er dan vol gas mee geeft, dat je dan het idee hebt dat je alleen maar aan een soort parasiet hangt. En ook warm lijkt me. A, te warm. B, het is een soort van echt inderdaad een luchtzak waardoor je dus echt heel veel meer weerstand krijgt. En dat voel je echt. Je ontploft doordat je je zweet niet kwijt kan. Dus er zijn allemaal redenen waarom je dan dat ding juist overboord wil gooien. En dan is het mooiste omdat je er bijvoorbeeld armstukjes bij hebt, dat je die gewoon even op. Ja, nou, dat wil ik eigenlijk vragen. Bij welke temperatuur zei jij, oké, nu doe ik arm of beenstuk aan? Ja, dat is per persoon verschillend. Hè. Als je wat minder gespierd bent en dus wat minder vetreserves hebt, dan doe je wat eerder je beenstukken en je armstukken aan. Hè. Jongens, ik heb bij jongens bij 15 graden al beenstukken en armstukken aan zien doen. Waarbij ik dacht van nou, jongens, het is heerlijk, 15 graden, kom op. Alles uit. En ik was ook wat warmbloediger, dus ik had altijd bij nagaat of 12, 10. Dan pas gingen ze aan? Ja, daar ging ik wel wat aan doen. Jij was dus wel iemand die slecht weer kon verdragen? Nou ja, ik vond het heerlijk. Ja, prima. Wat had je het liefst als je het koers was? Weet je, de etappes waar 15 graden en regen, dat vond ik ook wel vond ik prima. En als het dan echt maar 5 graden, dan ja, dat is niet echt lekker. Nee, dus Parijs-Roubaix met regen, wind en temperatuur bij het vriespunt. Of bijvoorbeeld om op het nieuwsblad Kuurne een paar jaar terug, dat was niet jouw ding. Nou, Kuurne, ik zat in de kopgroep toen ook. Alleen ik heb de koers met ik denk dat is 13 kilometer te gaan of zo, heb ik de koers verlaten. Omdat ik het zo koud had dat ik gewoon niks meer kon. Het is wel mijn weer. Ik vind het wel echt super. Alleen ja, je moet je er wel op een gegeven moment goed op kleden. We hadden toen, weet ik, volgens mij 110 kilometer gekoerst voordat er een kopgroep ontstond. Ja, dus ik was al helemaal door mijn energie heen. En ja, dan is het op een gegeven moment gewoon op. En dan hou je het niet vol. Jij bent jarenlang beroepsrenner geweest natuurlijk. Kun je een voorbeeld geven van de manier waarop kleding geëvolueerd is in die jaren dat jij prof was? Vroeger had je dus dat plofjack, het regenjack. En tegenwoordig heb je gewoon meer soort van membranen aan die gecoat zijn. Waarbij je gewoon goed kan fietsen. Het zit gewoon op je huid nu. Het is niet meer een iets wat flubbert. Het is iets wat je gewoon aan kan doen. Lekker zit, goede pasvorm heeft. En dan op het moment dat je gaat fietsen en gas geeft, dat het gewoon ademt. Dus weet je, het houdt de regen tegen, maar het zorgt wel dat je gewoon goed kan blijven koersen. We gaan ook vandaag weer kijken wat ons bezoekje in de Tour teweeg heeft gebracht. En dat doen we natuurlijk in onze vaste rubriek Le Pour Suivant. En helemaal aan het einde van de straat, ver buiten de hekken van de tourorganisatie, daar staan de bus en vrachtwagen van Wanty Groep Gobert. De ploeg van debutant Marco Minner. Hij mocht als tweede van start in de tijdrit. En na afloop spraken we en vroegen hem hoe hij zijn eerste kilometers van de tour heeft beleefd. Ja, het was super lastig.
Ik heb echt wel afgezien, vooral de laatste 4 kilometer. Het lange rechte stuk viel ik stil en dan is het echt harken tot aan de finish. Hoe kan je uitleggen wat het verschil is juist met die andere wedstrijden ten opzichte dit met een Tour? Ja, sowieso het publiek en al de afgelopen dagen wat allemaal bij komt kijken met interviews en media en briefing en een bespreking daar. En, allemaal hele leuke dingen natuurlijk, maar ja, heel anders dan normaal. Hoe zat het met de zenuwen? Ja, die kwamen toch wel. Vooral het laatste uur was ik echt heel erg gespannen, terwijl ik daar daarvoor helemaal geen last van had. Maar ja, dan daar komt die wedstrijdspanning natuurlijk en dan kom je echt bij de start en dan begint dat op te spelen. Is het de leukste tijdrit die je tot nu toe ooit hebt gereden? Nee. Het is natuurlijk wel heel erg leuk, maar het deed ook heel veel zeer. Maar goed, al dat publiek langs de kant en zo, dat maakt natuurlijk een hoop goed. Wat zijn nu je verwachtingen voor de komende week hier tijdens de Tour? Ja, het is moeilijk om verwachtingen te maken, omdat het natuurlijk de eerste keer is. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe mijn lichaam reageert straks, zeker in die tweede en derde week. Maar ja, er komen zoveel mooie etappes en het wordt een kwestie denk ik van goed indelen. En ja, waar de kansen liggen, de kansen te pakken. Het is natuurlijk gewoon een droom die uitkomt, maar het is vooral, ik denk, de volgende stap in mijn carrière. Gaan we door met de prijsvraag van vandaag. Ja, en er valt echt iets supermoois te winnen vandaag. Ze liggen hier voor me, kan eigenlijk er niet van afblijven. De allernieuwste CD wielerschoen, het Shot-model van 2017. Chris Froome mocht deze schoen als allereerst aantrekken. Dat was vorig jaar tijdens de Tour, die hij natuurlijk won. Wat moet je doen om deze schoenen ter waarde van, ja, let op hoor, €399,95 te winnen? Is als volgt: welke Nederlander is morgen de eerste in de daguitslag? Denk jij dat te weten? Stuur dan je antwoord in naar futurumshop.nl/tourflits. Deelnemen kan tot morgen 3 uur. En wie weet ben jij dan binnenkort eigenaar van deze super vette CD wielerschoenen. Rest mij nog om, als je dit leuk vond, echt dat duimpje te doen. Vinden we super leuk. En dan hoop ik ook dat je morgen weer kijkt. Salut!